bij een nieuwe video van Snor Gaming. Ik ben Jessie. En ik ben Finn. En vandaag spelen we Totally Accurate Battle Simulator. En ja, wat gaan we vandaag doen? Wat houdt het in? We gaan gewoon zelf allemaal een veldslag maken. Dit is nu Jessie die dit speelt. We gaan ons de beurt gewoon een veldslag maken. Okay, en we gaan zien wie er wint. Ja, dus ik ga als eerst even mijn team samenstellen. Wat is het bedrag wat we mogen gebruiken in de eerste battle? Laten we gewoon 4000 doen. 4000. Oké, ik neem Trump en Hillary. Finish. Oké. Okay. Oh, gaan we tegen elkaar? Ja, we gaan tegen elkaar. Oké, je mag 4000 euro uitgeven. 4000 euro. Oké, ik ga... Finn gaat het waarschijnlijk veel beter doen, maar ik heb gewoon... Een speer. Oké, hou je even bij hoeveel euro ik heb. Ik ga wat speren. Maar... Ik ga verliezen. Ik ga ook. Oh, nee. Oh, gelukkig. Hoeveel kost een... Nee, ik ga een Havlucha nemen. Hawashi. Ik weet het ook niet. Oké. Okay. Ik ga maar, gewoon... hoeveel heb ik dan gespend? Je kan nog wel echt heel veel. Dit heb je toch al gewonnen. Zet gewoon een leger van die Hawashi's neer. Dan doe ik gewoon even nog Napoleons. En dan doe ik gewoon wat musketeers. Ben ik... Nee, je hebt nog... Hier heb je nog niet eens de helft van je geld uitgespend. Shit, dat mag niet. Chicken ik... Man. Waar zijn... Oh ja, Chicken Man. Dan ga ik er 1. 1, dan kan je nog wel wat geld uitgeven. 2, ja, nu ga ik... 10 boxers kan je nog. Gewoon, ja, ik ga gewoon 10 boxers. Dus, wacht, nee, geen 10. 1, 2, 3. En ik hoef die andere geld niet. Oké, okay. Starten. Oké. Okay. Ik ga dit verliezen. Oké, okay, nee. Okay. Holy damn. Oké, okay, Trump doet het goed, mensen. Trump. Oh. Mijn Havlucha's deden het verkeerd. Hawaii's. Het is gewoon de toptactiek, mensen. Oké, nu gaan we gewoon... Jessie gaat 1 hele grote veldslag. Daarna ik 1 hele grote veldslag. Okay. Niet dat Jessie 1 kant gaat, maar gewoon... Ja, oké. Okay, we gaan even wat M16's. Dit gaat heel slow. Het leger van Trump is dit. Dit is het leger van Trump. Die staan klaar. Want de... even kijken. De Hillary mensen komen aangelopen. Oh nee, dat zijn niet... Nee. En Hillary's zus, die heeft ze vanaf nu af aan. Prima. En ook een legertje natuurlijk. Maar er zijn veel meer mensen die bij Hillary horen. Even mensen, kom op. En nog wat mensen die bij Trump horen. Dat zijn de mensen die bij Trump horen. En laten we beginnen. Oké, okay, ik denk... Ik weet nog... Oké, wacht even. Ik denk dat ik wel weet wie er gewonnen heeft. Alleen Trump is altijd best wel sterk. Alleen in zijn eentje... Hillary heeft gewonnen, jongens. Ja. Oké, ik ga even allebei de sides clearen. En dan ga ik even wat naar achter. Oké, ik ga een Griekse slag maken. Dus, er zijn hier een rijtje speermannen. Die hebben schilden voor zich. Ze gaan sowieso hun eigen schildmannen doodsteken. Maar ja, dat is altijd. Het zijn gewoon schildmannen. Tegen nog twee rijen schilden. En minder speren. Finn neemt het heel veel over. Ik moet heel even iets fixen, mensen. Okay. Kleine onderbreking. Ja. Dus sorry daarvoor. Voor de mensen die wat meer Jessie leuk vinden. Maar dit is het leger van een... er zijn ook 2 chariots. Oh, zo, dat zijn er 2 aan... Oké, dan doen we 2 aan 1 kant. Chariots. En dit is het leger van een noob. Jongens, de noob. Ik ben de noob hier. Dit ben ik. En dit is een kloon van mij die zichzelf rood heeft geverfd. Oké. 3, 2, 1, laten we beginnen. Oké, oh mijn god. Oké, hier zie je wat schilden. Oh mijn god, wat is dit? Hij is aan het vliegen. Oké, ik heb hier niet zoveel op te zeggen. Gewoon laten we kijken wie er... Hey, wacht eens even. Dat zijn geen cherry... Dat zijn dikke kerstmanwagens. Ik denk dat rood heeft gewonnen. Die car is gewoon helemaal rondjes aan het rijden. Daar is nog een speerman... Ik denk dat de rode heb gewonnen. Ik heb niet... Ja, dik gewonnen. Oké. Dus rood heeft gewonnen. Oké, dan ga ik even iets kijken wat er nog meer kan overwinnen van de rode kant.
Oké, ik heb een idee. Als we nou... Dit is bokser Mohammed Ali. En dit is bokser... Ik weet niet wie dit is. Dit is gewoon iemand. En die hebben een strijd. Maar ik zet wat farmers hierachter. Want die gaan lekker uitvechten. Het zijn boeren. Wat kunnen we nog meer toevoegen? Laten we... Spear thrower... Nee, laten we gewoon een headbutter. Hij heeft een hard hoofd. Maar we hebben nog wat archers, toch? Hebben we nog wat archers? Asia? Nee, Griek. Toch? Grieken? Wie hebben we? Oh ja, archer. We zijn archers. Zij hebben lekker veel archers. Zij hebben iets minder archers. Maar wat zij wel hebben, dieven. 2 dieven. 3. Oké. Laten we beginnen. Kijken. Oké, dit wordt zo'n archer battle, weet je wel. Zo. Oké, de archers zijn hier gewoon sterk. Maar volgens mij schieten die archers gewoon een beetje hun eigen mannen neer. Oh, sorry. Blauw gaat winnen. Oké, wie gaat er winnen? Zo, ik zou verwachten dat rood ging winnen. Maar blauw heeft gewonnen. Oké. Oké. Laten we even... Havlucha. Die zijn heel sterk. Als je niet weet wat een Havlucha is... Dat is gewoon iemand die heel veel speren in één keer. Wat is een Samurai Master. Ze hebben allebei een Samurai Master. Dit zijn Kung Fu meesters. Deze houden van Kung Fu. Wat is dit? Een Taekwondo. Dit is een kant van een persoon die heel erg van Taekwondo houdt. een 2 Samurais. 3. Ik zeg altijd 2 Samurais, maar dan zijn het er 3. Oh. Oké, 3 daar en dan 3 ninja's hier. Ik doe alvast aan de andere kant 3. Dat zijn er iets meer, maar dat boeit me niet. 4 ninja's. Oké, dit gaat echt allebei een ninja master. Maar zij moeten nog wat meer. Dus ik ga gewoon wat ninja's opvullen. Maar dan is het oneerlijk voor hun. Sorry jongens, ik ben echt slecht in dit spel. Gewoon 2 speermannen. Gewoon allemaal Chinese dingen, zoals ninja's en zo. En dan lopen er 2 verdwaalde speermannen tussen. 3, 2, 1, let's go. Oké. Oh, nee. Oh, nee. Kijk, dat zijn een Havlucha's, of hoe ze ook heten. De blauwe zijn dit wel dik aan het winnen, hoor. De blauwe hebben, denk ik, al gewonnen. Oh, maar nu moet... Ja, de blauwe hebben dik gewonnen. Ik weet niet waar ze fout in gingen. Maar ja, kijk de ninja's dan lopen. Oh mijn god, hoe vaak is die geraakt? Blue Victory, gaat hij dan automatisch dood? Hij zit letterlijk op de kar. Oké. We gaan even alle sites clearen. Dus, als we nou kijken. Een Chicken Man-Man. Oh mijn god, die is groot. Een Chicken Man-Man vs. een Chicken Man-Man plus... 2 farmers. En blauw heeft ook 2 farmers. Dus. Laten we beginnen. Oké. Eind battle mensen. Dit is de laatste battle. Jesse is er weer. Oké, hij staat al. Holy shit. Hij is al 8,5. Oh nee. Deze kan niet eindigen. Hè? Deze is echt fucking lang. Nee. Nou jongens. Dit zal onbekend blijven. Ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Ciao!